Valentijnsdag betekent de dag van de liefde. Oh ja. Dus heel veel liefde voor jou, liefde voor papa. En liefde voor Jin en mama. Liefde voor Jin. En Kobe. Ja, okay. Ja, even jouw gezichtje afnemen. Er zit allemaal spuug op jouw gezicht. Mama, de brood. Oh ja. Wil je even helpen? Ja, tuurlijk. Leuk dat je weer kijkt bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag. Het is ongeveer 11 uur. Ik ga met Jin zo even naar de winkel. Want er is een 2 plus 2 sale bij de Ethos op Pampers. En die moeten we natuurlijk hebben. Zoals jullie hebben gezien heb ik een kleine voedschema day in my life met baby gefilmd. Maar omdat ik zo erg met haar bezig ben, vind ik het heel lastig om over de hele dag te filmen. Dus ik heb eigenlijk alleen voedingen gefilmd. Ze komt zo om de 3,5 uur op dit moment. Ik ben qua borstvoeding veranderd van 2 borsten naar 1 borst. En ik merk dat ze daardoor wel wat vaker komt. Maar voor ons is het gewoon fijner. Vooral 's nachts, dan kan ik blijven liggen. Dan hoef ik haar niet te draaien. Dus het is hem allemaal een beetje zoeken. Maar de eerste paar maanden is het sowieso even zoeken. Dus, en we zijn tot nu toe nog steeds heel tevreden met hoe alles gaat. Ook was het gisteren Valentijnsdag en Eddie en ik zijn uit eten geweest. Echt zo lekker in Arnhem. Mee Jansen heet het volgens mij. Echt een aanrader. Mijn moeder heeft gisteren op de 2 baby's gepast, dus dat was heel erg fijn. En we gaan deze week gewoon weer leuk beginnen. Dus als je me nog niet volgt, doe dat dan even. Abonneer en volg me ook op Instagram. Daar ben ik ook heel erg actief. Dus dat. Dit is even mijn outfit vandaag. De jeans van vorige video. Axe Arigato's. En ja, ik moet gewoon alles met knoopjes hebben, want ik voed. Dus dit zijn van die voedingshemdjes. Ik vind echt van dat voedingskleding gewoon niet zo mooi. Maar ik heb niet heel erg veel met knoopjes. Dus jullie weten wat we gaan doen. Mama, wat zijn meer boekjes voor Jin?
daar aan de zijkant? Aan de zijkant. Kan je weer... Ook hebben wij als kinderwagen de Bugaboo Fox 3, volgens mij heet die. En ik wilde dus zo'n zitje kopen voor Juda, maar dit is iets van 110 euro, vond ik heel erg veel. En nu zag ik via zo'n website, heet Tiny Library, dat je allemaal van die babyspullen kan huren bij hun. En volgens mij is het zelfs nieuw. Het ziet er in ieder geval heel nieuw uit en ik betaal bijna niks. Dit huur ik dan per maand en ik stuur het op als ik het niet meer gebruik. Maar ze hebben ook kinderwagens, van alles. Het is niet gesponsord, maar ik vond het zo handig. En in plaats van dat ik nu dus heel veel, ja, in één keer 110 euro kwijt ben, betaal ik hier volgens mij 11 euro voor, inclusief verzekeringen en zo, per maand. En nou, ik denk dat ik het waarschijnlijk maar 3-4 maanden ga gebruiken. En dan ben ik gewoon veel goedkoper uit. Nou, wij hadden dus afgelopen maandag 10 minuten gesprekken. En dan voel je echt ineens een ouder. We voelden ons echt ineens heel volwassen. 10 minuten gesprek op school. Over hoe het ging met Juda op school. En 5 dagen is voor hem gewoon wel echt te veel. Dus we gaan hem nu 4/3,5 dag doen. Aangezien hij nog niet leerplichtig is. Nou ja, zoals jullie misschien ook wel eens zien van Juda, is hij gewoon heel leergierig. Hij pikt dingen echt super snel op. Hij kan zichzelf heel goed verwoorden. En omdat hij dus van januari is, is het nog een beetje de vraag, zijn vroeg of laat de leerling. Maar ze zien wel aan hem dat hij heel graag wil leren en heel goed kan leren. En rekenen vooral heel interessant vindt. Dat ze dat nu al doen op school, dat wist ik helemaal niet. Dus waarschijnlijk gaat hij wel eerder naar groep 2. Maar ik merk aan hem wel dat het wel veel is, zo'n klas. Hij zit in een hele grote klas met 26 of 28 leerlingen of zo. Heel veel ratjes! Heel veel, wauw! En het zijn vooral 16 kindjes daarvan zijn grote kinderen. Dus die zijn 5, 6 jaar. En die overheersen hem een beetje. En ik merk dat hij dat gewoon wel lastig vindt. Hij is dus daarom de laatste tijd thuis ook best wel... Nou ja, baldadig. Hij heeft wel zijn woorden ineens natuurlijk die hij ook leert op school. En er is natuurlijk ook heel veel gebeurd in een hele korte tijd. Voor hem vooral. Weet je, afscheid van de opvang. En nou, ik heb het volgens mij allemaal al verteld. En zijn zusje allemaal in een week tijd. En dan ook nog 5 dagen school. Het is gewoon allemaal een beetje veel. En ik merk dat ik het ook heel moeilijk vind om met hem om te gaan in deze situatie, want ik weet dat het voor hem veel is, maar het is voor mij ook veel. Maar nu gaat hij dus nog maar 3/4 dagen, dus even kijken hoe dat voor hem gaat. Oké. Ja, maar gelukkig blijft hij heel erg lief voor zijn zusje. En je bent zo'n super grote goede broer. En dit mooie lieve meisje is alweer 4 weken. Ben je alweer 4 weken, schatje? Het gaat zo snel. Het gaat zo snel. En zij is ook meer wakker. Steeds meer. Ook weer heel alert. Net als bij Juda. Ik had gehoopt dat ze lekker mellow zou zijn. Ze ziet alles, hè. Alles al. Nou, goedemorgen. Middag. Doe maar je ding. Ja, middag, het is vandaag. Even kijken. Het is 17 februari. Oh my god, vrijdag. En onze lieve Jin is vandaag een maand. Ik kan niet geloven dat het al een maand is. Het is en heel snel gegaan. En ik heb het gevoel zoals ze hier al altijd is geweest. Heel gek. Ze doet het super goed. Maar omdat ze een maand is, heb ik Eddie overgehaald om even de bevalling terug te kijken. En het scheelt, want de bevalling duurt maar 10 minuten. Dus als mijn laptop het doet, gaan we niet terugkijken. En ik ben stiekem een beetje zenuwachtig. Hoe lang moet je jullie ophalen? 11. Oh. Wij zijn trouwens vandaag allemaal thuis, want we hadden gisteren buikgriep. Althans, ik begon gisternacht, gisternacht, met ineens overgeven en diarree. En toen werd ik wakker en toen
is Eddie een middagje thuis gebleven om maar zeggen, op ons te passen. En toen kwam hij eind van de middag thuis, want hij vond het zich ook niet lekker. En nu gaat het al wel beter, alleen nog steeds een beetje meh. Het is misschien beter checken als Jura er is. Ja. Maar ja, om dat nou te doen waar Jura bij is. Ja, dat is. Ja, waarom moet hij zo lang updaten? Ik weet niet. Ik heb niet eens op update geklikt. Zet hem even uit dan. Nee, dat kan niet. Ja. Oké, okay, daar gaan we. Poging 2. Met Jude. Oh my god. Ik weet niet of ik er klaar voor ben hoor. Oh ja, tuurlijk. Haar hand is kei bloederig. Dit was toen ze met vlies had gebroken. Vlies toen gebroken, was ja. Zo bloederig. Ja, er kwam zeker wel een, wat zal het zijn, weet ik veel, zoiets of zo. Kom eruit. Ja, je ziet het ook lopen. Het loopt even toch? Voor jullie beeld. Het is echt, je ziet echt alles. Nou, het is niet alsof je van de voorkant zo in. Nee, maar je ziet mij van achteren. Trouwens, ook nog één ding. Ze zat zo te hijgen tegen mij aan van, je moet puffen. Maar ze stonk echt heel erg uit de bek. Dus staat dat ook erop? Nee, dat staat er net nog niet op volgens mij. Dus toen vroeg ik aan haar van, wat zei ik nou? Van, sorry, niet lullig bedoeld, maar zou je alsjeblieft een sprintje of kauwgompje willen pakken? Ik krijg gewoon weer pijn. Snap ik. Hij gaat stuk. Ja, er zitten allemaal van die triviale dingen in. Maak jij druk om in plaats van een kind eruit te krijgen. Die drol. Kermis. Iedereen kijkt ook naar mijn drol. Ja. Ik ga stuk. Het is dat ik wilde dat je gefocust was, dan was ik even leeg gegaan. Ik dacht echt, hou je bek alsjeblieft. Ja, snap ik. Duurde even. Ja, duurde even. Ik raakte ook even in paniek. Echt Marcelle. Daar is net geboren. Hmm. Kijk, ik ga het pakken. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik ga met mijn meiden naar Oberhausen. Super veel zin in. We gaan even naar Centro, het grote winkelcentrum in Oberhausen. En ik neem Jin mee, die zit daar. Maar het was een beetje een hectische ochtend vanochtend, want er is een neefje geboren. We hebben een neefje in de familie, Finn. Dus Jude en Jin zijn niet meer de enigste baby's, dus dat is wel echt heel erg leuk. We hebben nu Finn en Jin, hoe cute, het is echt te schattig. Ik ga even alle spullen klaarmaken en dan de auto volladen en dan kunnen we gaan. We made it! We zijn in Duitsland! Yee. En mijn lieve meisje heeft helemaal geen kick gegeven. Het is wel echt teringdruk. Is het hier een stoplicht? Ja. Mm-hmm. Einfort is gesperd. Dus hij zit vol, denk ik. Ja, maar 5 is nog open en 4 is ook nog open. Einfort. Oh. Zweifacht. Nou, we hebben net een lekker geshopt en de meiden zijn nog wel even volgens mij wat lekkere dingetjes aan het halen en ze wilden nog een winkel zien en ik ben eventjes haar aan het voeden in de auto.
Want dat moet ook gebeuren voordat we gaan. Anders spuugt ze straks alles onder. Maar je hebt het zo goed gedaan, hè? Je hebt alleen net eventjes gehaald. Ze doet zo goed. Ik kan haar overal mee naartoe nemen. Dat is echt zo freaking chill. Ik ben heel goed geslaagd. Ik zal straks even laten zien wat ik heb gehaald. Maar het was echt, echt zo gigantisch druk. Maar ik heb in ieder geval precies alles wat ik wilde hebben bij Sephora. Zo, daar ben ik heel blij mee. Dag, het is alweer the next day. En Judah die sliep vannacht bij de ouders van Eddie, super lief. Dus wij waren met z'n tweeën, of drieën. En vandaag gaan we het interieur een beetje uitzoeken alvast, samen. Behang, verf, kijk hier is plek verf. Behang? Wil je iets gaan behangen? Ja, misschien haar kamer. Alles wordt natuurlijk helemaal beige. Beige, maar Judah wil blauw. Ja, moet ik hem richting die groen gaan duwen. Beter. Groen is mooi, hè? Ja, past beter bij de rest. Ik vind dit dus weer heel leuk voor haar kamertje. Dit heeft een soort van, ik weet niet of je het ziet op de camera, maar een soort van linnen lookje. Maar ik weet niet, voor de mensen die mij al volgen vanaf het begin, ik had wat met kraanvogels. Mag niet meer. Ik weet niet welke het is, staan er nog geen kozen bij mij. Dit is mooi, maar dit zou denk ik heel duur zijn. Maar als je één muurtje maar doet. Ja, maar ik wil haar die lange muur doen. Maar ze heeft geen grote kamer, dus zou nou ja, dan heb je alsnog wel, wat zal het zijn, 5 bij 2, 10 vierkante meter nodig. Ik heb weer niks gefilmd in de winkel, want dat durf ik niet. Maar we hebben wel wat leuke dingetjes gescoord en wat inspiratie opgedaan. Maar alles is gewoon zo duur. En ik denk dat we morgen even naar Wiegen gaan. Want we hebben echt een paar supercoole eetstoelen gezien. En voordat we die gaan bestellen wil ik ze wel eerst proberen. Eetkamerstoelen. Houten ook. Dus ik denk dat we dan morgen denk ik even naar Wiegen gaan. Voordat we naar Uden rijden. Dit is een beetje mijn verlanglijstje en de stijl waar ik voor wil gaan. En ik heb natuurlijk ook superveel Pinterest borden. Ik denk dat we de keuken gaan we een beetje zo wrappen. Of laten wrappen in die kleur. Veel hout, veel natuurlijke kleuren. Een beetje Japans, Japandi noemen ze het. En voor de kinderkamer. En de kinderkamer. Judah wil graag dus een blauwe kinderkamer. En wij willen heel graag dat hij een groene kinderkamer krijgt. Maar ja, hè, hij is de koning. Dus ik ben een beetje aan het uitzoeken hoe ik een coole blauwe kinderkamer kan gaan verwerkelijken. Als jullie tips hebben, laat het me weten. Oh, ik ben kapot. Het is voor het eerst sinds dat zij geboren is, dat ik echt zo gesloopt ben als dat ik nu ben. Het is vandaag donderdag en het is voorjaarsvakantie. Ik heb deze week denk ik daarom ook heel weinig gefilmd, want Judah was de hele week thuis. En dat is pittig. Heel erg pittig. Ik merk dat ik de balans tussen Judah en Jin en mij heel moeilijk vindt. Voor de mensen die ons een beetje kennen in het dagelijks leven. Die weten dat mijn kleine Judah gewoon een ontzettend enthousiast jongetje is. En heel avontuurlijk en heel blij. En nou ja, hij is gewoon heel aanwezig. Dus een hele week thuis met zijn moeder en baby waar hij stil moet zijn.
af en toe is gewoon heel erg moeilijk. En ik merk dat door... Op zich, we hebben helemaal geen slapeloze nachten. Maar ja, het hakt er gewoon wel een beetje in. Dat door de vermoeidheid van mij, ik gewoon heel erg overprikkeld ben. En Juda heeft gewoon... Ja, Juda is gewoon een en al prikkel op dit moment. En je kan misschien mijn puffy eyes wel een beetje zien. Ik was gewoon heel emotioneel over het feit dat ik hem op dit moment gewoon even niet aan kan. Dat hij voor mij op dit moment even te veel is. En dat vind ik gewoon heel erg om te zeggen. En dat waait ook wel weer over. Ik weet dat het even gewoon een momentopname is. Maar ik wil hem niet tekort doen in wie hij is. Maar ik merk dat ik hem gewoon op dit moment niet om me heen kan hebben. En ik voel me daar heel, heel erg schuldig over dat ik dat voel naar hem. En ik heb gelukkig best wel veel support om me heen die ik kan helpen. Mijn moeder die heeft hem dus nu opgehaald. Omdat ik echt had gevraagd aan haar van wil je hem alsjeblieft ophalen. En mijn broertje was er gisteren om te helpen. En dat is echt het stukje van twee kinderen hebben wat ik echt het allerzwaarst vind. En nu zullen mensen misschien denken, ja en Eddie dan, want waar is hij? Maar ja, we hebben gewoon een bedrijf, een eigen bedrijf wat draaiende moet blijven. En daarin vind ik het ook heel moeilijk om de balans in te vinden, want ik ben 's ochtends gewoon heel moe en met twee kinderen vind ik het gewoon heel moeilijk. Dus dan wil ik heel graag dat Eddie helpt en dat doet hij ook echt wel op zekere hoogte totdat hij weg moet voor zijn afspraken. En andere vaders hebben gewoon verlof of ouderschapsverlof, vaderverlof. Dus die zijn de eerste 6 weken volgens mij gewoon thuis. En dat is bij ons gewoon niet het geval. En wat ik helemaal niet erg vind, want ja, er moet gewoon geld binnenkomen. Ik snap het volledig. Alleen het maakt het wel een tandje zwaarder. En ik weet natuurlijk niet wat Juda hiervan meekrijgt of... Dat hij het allemaal wel mee vindt vallen. Dat ik het veel erger maak in mijn hoofd. Maar ik weet in ieder geval wel dat ik gewoon even deze week met hem gewoon een 1-op-1 date wil. En gewoon weer even leuke dingen doen met hem. En niet iedere keer hoeft te zeggen dat hij stil moet zijn. Of dat hij iets niet mag doen. Of, hè? Ja, jouw grote broer die moet zich ook heel erg aanpassen. Hè? En mama ook. En jij ook. Oh! Zat dat vast? Ik kreeg trouwens best wel wat vragen over de borstvoeding. Dus ik dacht, ik doe dat gelijk even in deze vlog erbij vertellen. Maar het gaat in ieder geval heel erg goed. Mijn borstvoeding komt heel goed op gang. Dat kwam vanaf het begin al. Ik merk nu wel dat het iets meer zoeken is van hoe we het aanpakken. Omdat ze dus heel snel drinkt. Ze is binnen 5 minuten heeft ze een borstje leeg gedronken. En soms wil ze dan ook nog die andere. Ze dronk dus eerst echt een kwartier per borst. En dan deed ze ook 2 borsten. Dus dan waren we meestal echt wel 40 minuten bezig met voeden. En nu hooguit 10 minuten boeren. En dan valt ze weer in slaap. Dus ik dacht even dat ze te weinig kreeg. Maar dat was dus helemaal niet zo. En ik vind het ook nog even zoeken met wanneer ga je kolven. Nou, zoals jullie zagen ben ik op dit moment een reppeltje aan het drinken. Want anders hou ik het echt niet meer vol vandaag. Maar dan kolf ik het wel af. Ik heb van die Medela cupjes. Van die opvangcupjes. En die doe ik dan in mijn andere borst. En daarmee vang ik eigenlijk hetgeen op wat eruit lijkt. En daarmee vang ik soms echt 20 tot 30 milliliter per keer op. En die doe ik dan in zo'n soort... Ja, het lijkt een beetje op een ijsblokjes tray. Maar speciaal voor borstvoeding. Ik kan 30 milliliter per dingetje in. En dat spaar ik dan ook weer op. Zodat ik niet iedere keer hoef te kolven om maar iets in de vriezer te hebben. Dus op die manier hebben we eigenlijk altijd een voorraadje. En als kolf heb ik de Medela Freestyle Flex 2 volgens mij. Ben ik echt heel erg tevreden mee. De batterij is lang. Hij zuigt goed. Ja, het is echt een prima ding. Ik zag dat ze dus nu ook van Medela dus hebben voor in je borst. Net als Elfie. En ik zit er wel over na te denken als ik dit borstvoeden lang ga doen. Om toch ook een Elfie aan te schaffen. Maar dat is echt meer voor onderweg. Ik merk dat die Medela onderweg, omdat je toch aan de draden zit, vervelender is.
als ik bijvoorbeeld in de auto aan het kolven ben of ergens ben of straks weer moet gaan werken. Alleen is die LV, ja, ik vind het gewoon heel erg veel geld voor een kolf. Dus die afweging moet ik even maken. Maar het is echt aan te raden. Medela is sowieso een heel fijn merk. Dus ja, ik zou gewoon voor die gaan als je gaat beginnen met kolven. En dan kan je altijd kijken van, hè, ga je toch lang doen om dan echt zo'n duur influencer ding aan te schaffen. Ook ben ik natuurlijk bij de Sephora geweest. En ik heb het jullie nog helemaal niet laten zien. Maar ik heb, en het werkt best wel goed, een eye brightener gekocht. Waar ik echt heel erg enthousiast over ben. Dat is deze van Fenty. En ik wilde eigenlijk die van Rare Beauty. Maar die hadden ze niet. Dus ik had deze gehad. En ik moet echt zeggen, ik vind hem echt amazing. Dit is de kleur Melon. Dus hij is een beetje rozig. Maar heel, ja, daarom juist fijn. Ik wilde ook eigenlijk andere kleuren die ze niet hadden, maar het werkt. Dus de Fenty Bright Fix Melon. Het is de kleur 6. Ik moest ook nieuwe concealers. Dus ik heb twee nieuwe van Tarte in de kleur Light Neutral en Light Medium. Ik had een tijd geleden van NARS de Orgasm Mini in een, ja, wat was het, een soort sample package gekregen. En die vond ik zo erg fijn. Dus ik heb de grote gekocht. Maar dit is wel, kwam ik later achter, de X-versie. Dus hij is iets heftiger. Ik vind hem toch iets heel erg veel heftiger. Dus ik vind eigenlijk de normale Orgasm mooier. En ik heb van NARS ook een nieuwe bronzer. En dit is de kleur Laguna Matte. En waar ik heel enthousiast over ben, is deze lipstick van Rem Beauty. Hij is zo. Hij is een beetje rozig. Dit is de kleur Pack Her Up. Ik heb sowieso van mezelf hele droge lippen. En ik wil daar ook wel een keer iets aan laten doen, omdat ik altijd droge lippen heb. Zien jullie vast ook wel vaak in de video. Maar deze is echt heel fijn. Ik krijg hier niet van die velletjes van. Terwijl ik dat met lipstick altijd heb. En hij blijft heel goed zitten. Ook de lip liners daarvan waren heel mooi. Alleen ik vond de kleuren allemaal niet zo. Maar ik kreeg ze echt niet van mijn handen af. Dus dat heb ik gehaald. En dat waren weer de updates van deze week. Nee, ben je moe weer? Ga je toch weer slapen? Gaan we de vlog samen afsluiten? Hey, jullie krijgen gewoon een lach. Oh my god. Maar in ieder geval, ik ga de vlog afsluiten. En ik hoop dat jullie genoten hebben, gelachen. En een beetje wijzer zijn geworden van weet ik veel wat. Vergeet de video niet te liken. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat ook even. En volg me nog op Instagram. En dan ben ik over 2 weken op vrijdag weer terug.